Where are the Avengers? Dan hoor je natuurlijk iemand vragen, where are the Avengers? Wat natuurlijk een van de meest prangende vragen is. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe aflevering van de serie waarin ik reageer op trailers. En vandaag gaan we reageren op de trailer van Secret Invasion. Secret Invasion is de nieuwste Marvel serie die binnenkort uitkomt op 21 juni alweer, minder dan 2 weekjes van vandaag. En zoals jullie weten ben ik een groot fan van Marvel-series. Ik heb bijvoorbeeld gereageerd op de trailer van WandaVision. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Ik heb gereageerd op de trailer van Loki. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Ik heb gereageerd op de trailer van She-Hulk. I think you're in a unique position to do some real good. Jen Walters can use the law to help people when society fails them. She-Hulk can help people when the law fails them. En vandaag gaan we dus reageren op de trailer van Secret Invasion. Ik ben super benieuwd, dus laten we meteen beginnen. Fury. Since you've been gone, things have gotten much worse. In deze serie zien we natuurlijk voor het allereerst Nick Fury weer terugkeren. Voor het allerlaatst zagen we hem in Avengers Infinity War in de post-credit scène en daarna in Spider-Man Far From Home in de post-credit scène. En toen hebben we hem in heel fase 4 gewoon niet gezien. Dus ik snap heel erg dat mensen benieuwd zijn waar dat karakter heen is gegaan en wat dat karakter uit gaat vogelen in deze serie. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. We krijgen een korte introductie van het karakter wat gespeeld wordt door Olivia Colman, van die ook in The Crown speelt. Die zegt, you're in no shape for this fight that lies before us. En zij zou wel eens de grote bad guy kunnen zijn van de film, van de serie. Aangezien we eerder natuurlijk al vast hebben gesteld dat de Skrulls eigenlijk vaak vriendelijk zijn en niet de bad guys zijn. Dus ik ben heel benieuwd naar haar rol in dit verhaal. This is personal. Very few of us know about the wars fought in the shadows. We zien Everett Ross terug in deze film, die waarschijnlijk na de events in Wakanda Forever een soort vigilante is. Ik weet niet precies wat zijn rol is. In ieder geval is hij geen aanspreekpunt van de regering meer. Dus misschien is hij een beetje net als Fury, dat hij zijn positie kwijt is, maar nog steeds wel graag wil vechten. That have raged on this planet. Do you feel responsible? Where are the Avengers? Dan hoor je natuurlijk iemand vragen, where are the Avengers? Wat natuurlijk een van de meest prangende vragen is. Want wie is er op dit moment nog over? De Guardians en Thor zijn terug in space. Captain America is geretired. Iron Man en Black Widow zijn dood. Hawkeye is met pensioen en die komt ook waarschijnlijk niet meer terug. Dus waar zijn ze? En nog belangrijker, wie zijn de huidige line-up van de Avengers? War is one I have to fight. Alone. Nick Fury zegt, dit is een gevecht dat ik alleen uit moet vechten. Dat kan zijn omdat het zijn verantwoordelijkheid is om dit uit te vechten. Dat kan ook zijn omdat er niet genoeg budget was voor andere Avengers. You're the most wanted man on the planet. You don't know what they have planned for you. Ook zie je dan de allereerste beelden van Emilia Clarke, die de dochter van Talos volgens mij speelt in deze serie. Dus zij is ook een Skrull. En ik ben heel benieuwd naar haar karakter, want ze hebben best wel een bekend iemand daarvoor gecast. Dus dat wordt waarschijnlijk ook echt wel een hoofdrol in deze serie.
Nick Fury. En dan hoor je nog Nick Fury zeggen, one last fight. Dat zou kunnen betekenen dat zijn leven niet zeker is in deze serie. Want het interessante is dit. Hij is natuurlijk ook al aangekondigd voor de film The Marvels, die uitkomt in november. Maar The Marvels zou eerst uitkomen in november vorig jaar. Dus er is een kans dat in chronologische tijdvolgorde Secret Invasion zich afspeelt na de Marvels. Al ga je dan wel echt ingewikkeld krijgen. Wat betekent dat Nick Fury niet per se hoeft te overleven? Maar de enige manier om daarachter te komen is door deze serie te gaan bingen. Vanaf 21 juni is de allereerste aflevering te zien. Ik ben zeker benieuwd of jullie hem gaan kijken. Gaan jullie hem kijken? Laat het zeker aan mij weten. Wil je hem samen met mij kijken? Laat het ook zeker aan mij weten. Of heb je gewoon heel veel zin in die serie? Je mag het laten weten in de comments. Laat ook zeker weten waar we volgende week op moeten reageren. En dan zie ik jullie snel weer. Tot ziens. Tot later.